Hallo allemaal, goedemorgen en welkom terug. Ik klink een beetje waterig, maar ik ben niet ziek. Dit is hoe ik altijd klink als ik 's morgens uit mijn bed kom. En ik klink ook wat verkouden, maar dat is ook normaal. Want 's nachts lopen mijn neusholtes helemaal vol. Hey Google, stop. Mijn naam is Vidioot. En ik ben een diehard fan van deze mevrouw. Ik ben een echte fanboy. Burgemeester Femke Halsema, de allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Lieve mensen, het is dinsdag de 17e maart. En dit is dag 2 van de zombie apocalypse. Zombie Apocalypse Day 2. Ik kan me nog herinneren dat we hier in Amsterdam 1 besmetting hadden met coronavirus. En dat de burgemeester toen een persconferentie gaf. Dat was volgens mij een Diemel of zo. Hij zei van ja, valt allemaal mee. Het leven kan gewoon doorgaan. En dat is slechts een paar weken geleden. En nu is alles dicht. Dag 1 van de zombie apocalypse eindigde voor mij en voor denk ik veel mensen in grote schok. Een historische speech van onze minister-president Mark Rutte. En ja, dat was allemaal niet best wat hij zo te zeggen had. Waar het op neerkomt is, we lost control en dit virus gaat om zich heen vreten. En heel veel mensen krijgen het, jottem. Zeg maar net zoals in Italië. En wat we gaan doen is, we gaan groepsweerstand gaan we opbouwen. Ik weet niet of ik daar zoveel zin in heb. Dus ik ga proberen om gewoon zo min mogelijk naar buiten te gaan, denk ik of zo. Want ik heb helemaal geen zin in een enge ziekte. Ik vind gewoon griep, vind ik al vreselijk. Wat vond u? Ik werd ziek vlak voor de kerst. Zij ook, onze burgemeester. En toen vervolgens moest zij een speech geven. De nieuwjaarsrede. Dat was het begin van het nieuwe jaar. En toen was ze helemaal schor, toen was ze ook ziek. En ik ook, toen voelde ik me ook helemaal niet lekker. Dus ik had al 2 keer kwakkelen gehad. En toen de hele maand januari voelde ik me waardeloos. Ik voelde me eigenlijk geweldig voor het eerst sinds tijden. De afgelopen 2 maanden. En ik zit gewoon niet te wachten op ziek worden. Dit is ons fantastisch media. Gisteren hadden we hasjehamsteraars. Iedereen stond in de rij voor wiet. En toen zei ik al, gooi die afhaalloketten open. Dat is, als het goed is, vandaag gebeurd. Maar even kijken bij koffieshop. Koffieshop, let op. Koffieshop. Ah, wat gek dit. Er wordt flink gehamsterd. Oh, wat raar. Want gisteren zag ik afhaalloketten. Ik lag dat koffieshops afhaalloketten open mochten. En dat gebeurde gisteren al. Dus ze hebben de boel dichtgegooid. En eigenlijk daarna meteen weer open gegooid. Straatdealers begonnen meteen hash en wiet aan te bieden. Dus dat is opgelost. Nou, dan krijgen we deze. Deze vond ik ook wel oproep. Klap je handen stuk voor iedereen die Nederland door de coronacrisis slaat. Echt waar, ik moet mijn handen echt stuk klappen. Jesus Christ, maar dit zijn van dat soort. Kijk hoe die mevrouw eruit ziet. Zij heet Legusta Andries uit Bergambacht. Kijk, ze ziet eruit alsof ze, weet ik niet, zo bij de Branch Davidians in Waco.
je handen stuk klappen. Applaudisseer minutenlang, want ik heb niks beters te doen natuurlijk. Voor alle zorgverleners die het coronavirus eronder proberen te krijgen. Klap voor het supermarktpersoneel. Die zullen me voor gek verklaren. Die zetten me die winkel uit, mevrouw. Ik woon in een grote stad. Klap voor de vuilnisman. Ik denk dat die ook zullen zeggen, we hebben hier een verwarde man. Die staat te klappen naast vuilnis. En hij heeft geen handschoen aan. En alle anderen die zich nu 3 slagen in de rondte werken. Die oproep van Legusta Andries uit Bergambacht. Met nog 2 ouders van chronisch zieke kinderen. Krijgt online massaal bijval. Blijkbaar heeft deze mevrouw chronisch zieke kinderen. Maar ziet ze er ineens heel goed uit. Want als je chronisch zieke kinderen hebt, dat is slopend. Arme kid. Maar goed, ja, klapvee. We moeten heel hard klappen. Ik ga niet klappen als mensen gewoon hun werk aan het doen zijn. Ze hebben druk genoeg. En mijn handen stuk slaan lijkt me niet zo'n goed idee. Ik heb ze alle 2 nogal nodig. Om heel veel toiletpapieren te scoren ergens een keer. Mevrouw Hassema, ik ga toch een beetje bij mijn klacht doen. En ik ga het herhalen. Miscommunicatie en mismanagement. Dat is wat hier gebeurd is. En wij zijn een hot zone, zijn wij. Grenzen hadden dicht gemoeten. Scholen hadden eerder dicht gemoeten. En we hadden veel heftiger erbovenop moeten springen. Dat idee heb ik. En we moeten een manier verzinnen om veel meer mensen te testen. En we hebben grote hoeveelheden, weet ik niet, antibiotica nodig. De voorraden antibiotica en mondkapjes en rubberhandschoentjes. Dat moet als een gek geproduceerd gaan worden en geïmporteerd gaan worden. En allemaal naar dit land. Dat is wat er moet gebeuren, naar mijn bescheiden mening. Maar goed, deze was leuk. Structuur en duidelijkheid zijn heilig in de schoolloze weken. Dit is Parool, is dit. Was vroeger een verzetskrant. Tegenwoordig niet meer. Alleen kinderen van ouders met een zogenaamd vitaal beroep kunnen de komende weken naar school of de opvang. Alle anderen moeten thuis blijven. Hoe ga je daar als ouder het beste mee om? Want de media is hier om ons te vertellen hoe we met onze kinderen om moeten gaan. Kunnen we zelf niet, zijn we het veel te dom voor. Komt die aan, dit is te gek. Maar alle scholen zijn dicht, komt die aan. Maak ik mijn kind bang als ik het vertel dat het niet naar school mag vanwege een virus? Nee, kinderen vinden het sowieso leuk om niet naar school te gaan. 3 weken thuis zitten met kinderen is lang. Hoe kom ik deze weken door? Zet de televisie aan. Doe je boodschappen om 7:50. Ren de supermarkt in, supermarkt uit. Zorg dat je voldoende snacks en leuke dingen hebt. En zet de televisie aan. Geef je de afstandsbediening aan dat kind. Of geef dat kind een laptop. Gaat ze zelf goed. Wat die kinderen gaan doen is de hele dag online hangen. En shit bestellen. Deze is te gek. Hoe lang mogen kinderen in deze tijd achter een schermpje? Deze man, dat zegt hij echt. Elk kind is iemand anders. Hij vindt het wel logisch. Dit is een ontwikkelingspsycholoog. Is dit. Hij vindt het echt wel logisch dat in deze tijden de schermtijd wat wordt opgerekt. Van 1 uur naar 1,5 uur per dag bijvoorbeeld. Are you shitting me? Dat is niks, man. Nee, sorry, hé. Wat doet ze de rest van de tijd? Spelen met de Bijbel? Hoe heet die? Hier staat ergens zijn naam. Hij heet Steven Pont. Hij is een ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut. 1 uur schermtijd? Waar heb je het over? We zijn nogal wat beperkt in onze speelruimte. Hoe zorg ik er als ouder voor dat mijn kind zich spelenderwijs kan blijven ontwikkelen? Zijn er echt mensen die deze vraag hebben gesteld? Mag dat nog? Buiten spelen met vrienden? Ja, als ze niet ziek zijn. Ik moet ook thuis werken.
Hoe combineer ik dat met mijn kind dat ook thuis zit? Nou, misbruik maken van die situatie. Tegen je werkgever zeg je, ja, sorry, ik ben heel druk met dat kind. En tegen dat kind zeggen, sorry, ik ben heel druk met werk. En zoals ik al had gezegd, doe de fucking televisie aan. En zet dat kind de koptelefoon op. Hoe moet ik mijn pubers de komende 3 weken zonder school begeleiden? Burgemeester Hasma is ongeveer mijn leeftijd. Zij heeft 2 pubers, 2 tieners. Van of 15 of 16 jaar oud. Een tweeling. Oh, dat is dubbel het plezier. Met alle twee zo'n kuttelefoon natuurlijk. Wij hebben er gelukkig maar 1. Maar dan komt het. Hoe moet ik mijn pubers de komende 3 weken begeleiden? Volgens Steven Pont, de ontwikkelingspsycholoog, weten pubers zelf beter wat ze nodig hebben op sociaal gebied. Ze willen vooral chillen. In de praktijk is chillen je verhouden tot leeftijdsgenoten. Ze kijken naar hun vrienden en hun idolen bijvoorbeeld. Dat kan in een groep, maar aan 1 iemand hebben ze ook genoeg. Dat kan nog, mits ze 1,5 meter afstand houden. Dat is gewone hoest, is dat. Het verslikt me niet. Oh, oh, oh. Met 1 of 2 vriendinnetjes afspreken? Dat kan. Maar op voorwaarde dat niemand verkouden is. Of moet hoesten. En dan hier de panieken. Om eerlijk te zijn, ik zie de komende 3 weken helemaal niet zitten. Wat moet ik doen? Koop wat alcohol. Gewoon koop wat alcohol. Koop een paar flessen wijn. En dan hebben ze zat in de supermarkt. En tegen 1 of 2 uur, schenk je voor jezelf een groot glas wijn. Daar word je lekker kalm van. Als je nu al niet aan het trekken bent op 2, dan worden de aankomende 3 weken een hel die je beter niet helemaal nuchter kunt doormaken. Dus, vroeger in de jaren 50 was het heel normaal dat thuiszittende vrouwen zo'n beetje aan de sherry gingen. Of inderdaad aan de wijn. Of aan de cocktails. Gewoon vanaf de lunch zo'n beetje. Nou zeg ik niet dat je moet gaan drinken met de lunch. Dat moet je zelf weten. Maar ik zie het helemaal niet zitten. Wat moet ik doen? Op het moment dat dat je mindset is na 1 dag. Dan adviseer ik alcohol. En ik zou zelf dan niet werken. Ik zou mezelf ziek melden. En zeggen sorry, zorgverlof. Want ik heb ook nog zieke ouders in, weet ik niet, Brabant of zo. Gewoon liegen. En dan, als je gaat rijden natuurlijk, ga je rijden. Gewoon binnen zitten en Netflixen, dat zou ik gaan doen. Dat gaan we ook doen. Zoveel mogelijk. En we gaan heel veel zombiefilms kijken. Maar goed, structuur en duidelijkheid. Dat is het parool. Dan dit is een fantastisch artikel wat ik iedereen aanraad. Het heet The Incompetence Pandemic. En dit is van een paar dagen geleden. Van gisteren eigenlijk. Sorry, het is 1 dag geleden. Nee, wat raar. Ik kwam hem zondag al tegen. Ik denk dat dit wel van langer geleden is. Hij is alleen updated op de 16e. Maar goed, wat hierin wordt uitgelegd is dat wij in Europa, dat zijn wij, er een absolute tyfusbende van hebben gemaakt. Dat is wat hierin staat. Onze leiders hebben veel te laat gereageerd. Ze hebben allemaal op andere manieren gereageerd. Ze hebben per regio anders gereageerd. Het is een absolute bende. Dit artikel, iedereen even lezen. En dan komt het allerleukste. Let u op, burgemeester. De hele wereld is aan het instorten. Het is de zombie-apocalypse. 2. En dan krijgen we Arnold Grunberg. Ik beken jou te zijn, Indie gevraagd. Really, Arnon? Je bent nog steeds bezig met je identity politics. Hoe oud ben jij, jongen? Jesus Christ. Er zijn belangrijkere dingen gaande. Je moet je handen stuk slaan. Voor willekeurige verpleegsters. Of de vuilnisman. Zal ik dat zo meteen doen als experiment? Ik ga zo meteen naar de supermarkt. Ik ben nog steeds op jacht naar toiletpapier. Dat is nog steeds niet gelukt. Ik ben gisteravond nog heel even naar de supermarkt gewipt. Toen ben ik er wel in geslaagd om sinaasappels en citroenen te scoren. Die hadden ze ook al dagenlang niet.
Maar blijkbaar was er gisteren een vracht van sinaasappels. En, dus ze hadden er heel veel. Dus dat heb ik ingeslagen. Ik denk, dat is mooi, dat heb ik. En ik heb wat extra rubber handschoentjes online besteld. En antigriepieren en paracetamol. Want dat is ook al dagen niet krijgen in mijn supermarkt. En vandaag ga ik echt niets doen aan dat toiletpapier. Dat is het ding genoeg. Maar ik zat te denken als experiment, mevrouw de burgemeester. Als ik zo meteen naar die supermarkt ga, wil ik dit gaan doen. Ik wil aan die kassa als een soort lijpe imbeciel heel hard gaan staan klappen. Minutenlang ga ik het ook doen. Ik denk dat iedereen in de rij gek wordt en zegt, heb jij corona in je hersens of zo, man? Wat een waanzin, hè? Zombie Apocalypse, dag 2. Dit razend populaire YouTube-kanaal zal een verslag van doen. Het belangrijkste nieuws, zoals bijvoorbeeld Arno Groenberg, die is Joods. Voor de mensen die dat niet wisten. Wist u dat, mevrouw de burgemeester? Volgens mij heeft hij er een keer eerder iets over geschreven. Dat ik me herinner. En structuur en duidelijkheid voor die kinderen, dat gaat een enorm succes worden. En ik ga zo meteen vreselijk hard in mijn handen klappen. Aan de kassa en in de supermarkt uitgeschopt worden ongetwijfeld. Of grote bek krijgen van allemaal mensen om me heen. En dat hebben we dan allemaal een beetje te danken aan. De incompetence pandemic van onze politiek leiders. Die deze situatie compleet onderschat hebben. Compleet mismanaged hebben. En de miscommunicatie hieromheen is... Het is een beetje gênant, mevrouw de burgemeester. Ik heb sterk het idee dat... Ja, u heeft zich in de luren laten leggen. Toen de eerste besmettingen in Amsterdam voorkwamen, toen wilde u de boel kalm houden, pappen en nat houden. Maar ik denk dat u toen al keiharde maatregelen had moeten treffen. Hè? De stad op slot, niemand Amsterdam meer in, niemand Amsterdam meer uit. Maar waarschijnlijk mag dat gewoon helemaal niet. Want dat zijn beslissingen die vast alleen de minister-president mag maken. Het is heel bijzonder om mee te maken. Ik blijf een verslag van doen. Als ik iets spannends lees of iets spannends tegenkom, dan krijgen jullie dat te horen. Zombie Apocalypse, Day 2. Alleen hier, op dit kanaal. Blijf ons volgen, blijf ons volgen. Wij gaan door met uitzenden vanuit onze bunker. Vanuit onze bunker. Wij zijn in self-isolation.